Boy, it's Gutty. Het is je pannen zijn weg. Oké, jongens, het is terug. Eindelijk is het terug van weg geweest. Photoshop Fails nummer 2. Nee, dit kan niet waar zijn. Ik heb al mijn hele leven op gewacht. Ik dacht, er komt nooit een deel 2. Oké, de vorige Photoshop Fails vonden jullie echt heel leuk. Oké, onze like goal op de vorige Photoshop video was 2000 likes. En wat hebben we met z'n allen gehad? Ik moest even nadenken. Oké, op onze vorige video hadden we ook natuurlijk gewoon de 2000 likes gehad. Dus wil jij een deel 3? Zorg er dan zeker voor dat we op deze video minimaal ook weer de 2000 likes kunnen halen. En ben je nieuw? Zorg er dan zeker voor dat je even abonneert. Steven, je hebt nu al wel weer genoeg gebruld. Oké, jongens, ik heb nu genoeg gebruld. We gaan nu door naar de Photoshop reels. Dus let's go. Oké, daar ben ik weer. Oké, we hebben hier de allereerste foto. En we kunnen nu al zien hoe slecht die is. Want zoals je ziet, zie je gewoon een doodnormale vliegtuig. Het is gewoon een normale vliegtuig. Oké, weet je wat? Maar ze zijn vergeten om weg te... Echt heel dom. Ik zou niet waarom ze hebben gedaan. Maar dit is die voorste wiel van een vliegtuig. Een vliegtuig, je weet, als hij stilstaat, staat er zo. En dan heb je zo'n wiel eronder. Alleen op een of andere raar manier hebben ze die weggehaald. Maar die achter twee wielen hebben ze wel staan. Oké, ik snap niet hoe je zo dom kan zijn. Want het lijkt gewoon echt heel raar. Het lijkt niet eens natuurlijk. Het is. Oké, we hebben een nieuwe. Oké, zoals je kan zien op deze foto, is er gewoon echt helemaal niks aan de hand. Oké, zoals je kan zien heeft deze man, ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar zelf heeft hij een licht getinte huid. Maar zijn hand, één hand van hem heeft een donker kleurtje. Ik weet niet hoe die editor dit heeft kunnen doen, maar er is heel wat mis moeten gaan. Die heeft twee keer die foto gemaakt, één keer heeft een man met een donker huid die shirt aan gehad en één keer die andere. Want die man met een donker huid die had gewoon veel betere body, die was gewoon vet sterk. Maar hij is de hoofd van die bedrijf, dus ze hebben zijn hoofd erop geplakt zo van, yo. Weet je, hij is een hoofd, maar hij moet wel een goede body hebben. En dus. Je kan zien, dit is sowieso echt. Dit kan niet nep zijn. Dit, nee, dit is gewoon echt gewoon te slecht gefotoshopt. Hij edit een chick dus bij hem achterop. Alleen, ja, misschien had hij het had echt kunnen lijken als hij. Ten eerste haar gewoon goed had uitgeknipt. En als tweede, als je haar gewoon, gewoon begin kollen kreeg en zo. Dan had het misschien nog. Maar dit is wel echt heel erg. Dit is gewoon echt rampzalig. Oké, laat even een reactie ook achter of jij een keer jezelf hebt gefotoshopt. Ben ik wel benieuwd naar. En wat heb je dan eigenlijk gedaan? Kijk, ik heb mezelf nog nooit gefotoshopt. Geef toe, dit waren nu wel weer genoeg Photoshop fails. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even liked en abonneer. Dat kan allemaal hier beneden. En vergeet ook zeker niet deze video bekijken en deze video. En kunnen we de 2000 likes halen. Dat zou echt super zijn. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer later.